Jongens, een nieuwe week, een nieuwe Gamers at Gear. En we werden geholpen door onze vrienden van online prepaid services. Ja. Dat zijn die xboxkaartjes.nl. PSN, iTunes. Ja, die dingen. Want die sturen opeens ook allemaal dingen op. Want dan willen ze dat we ze noemen. Nou, bij deze. Ja, genoemd, klaar, door. Genoemd. Wij kregen van hun de Steam Link en de Steam Controller binnen. En dat is voor ons natuurlijk heel erg vet als gamers. Want Steam is natuurlijk een beetje een rare partij om mee in contact te komen. Ja. En nou hebben we ze toch eventjes binnen. Ja. Tom, introduceer ons in de wereld van Steam die opeens een console wil proberen te zijn. Nou, het is niet zozeer een console. Nee. Het is een beetje ertussenin. Maar hybride inderdaad. Dit zijn twee apparaten die sowieso over verloop van de maand verschijnen. We hebben ze dus al iets eerder gehad. En het is de nieuwe omstreden controller. Heeft hij nou wel pookjes, heeft hij nou niet pookjes? Nee, hij heeft één pookje en twee touchpads. En de Steam Link, ik denk dat we daar later op komen, dat is eigenlijk een soort van on-live, wat we wel eens eerder hebben behandeld, voor je eigen computer. Dus dat je je computer streamt naar een ander plekje, zodat je ook in de woonkamer, ergens anders in je huis, je game PC daar naartoe kan streamen. Ja, maar ik heb het idee dat je wil beginnen met de controller. Ik vind de controller zelf... Mag ik hem aanpakken? Je mag hem zeker aanpakken. Hij staat geleund op het kleine receivertje. Maar het is een draadloze controller. Ik zie het. En hij is controversieel. En dat is niet gek, want hij voelt raar. Ja, het is het eerste wat je zal merken als je hem in de handen hebt. Het is heel anders dan de controllers die we kennen. En dat heeft echt een heleboel redenen eigenlijk. Sowieso, het design is een heel andere soort van ergonomisch. Het is een soort van... Het is een bolling die erin zit. Dus je legt als het ware je duimen ook een soort van in die schaal. Maar daardoor vind ik wel dat je handen... Hij valt wel lekker in je... Ja, palm. En dat komt ook leuk, want je hebt ook die klikkertjes achterop die mij heel erg deden denken aan het Elite design van de Xbox controller, waar je natuurlijk ook die flippertjes achterop hebt. Maar dat werkt sowieso goed, want je hebt toch wel twee extra knoppen die je met de meeste andere controllers niet hebt. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind ook heel veel dingen in het design al dat ik denk onlogisch. Nou, laten we beginnen met de meest obvious, die twee grote knoppen hier, hoe dat werkt. Dat zijn dus digitale touchpads, trackpads, en die kun je naar smaak instellen. Dus het is eigenlijk één joystick die heel veel verschillende joysticks kan emuleren. Oké, maar in theorie zou dus dit vlakje net zo goed moeten werken als deze joystick. Ja, en dat zou in theorie kunnen. Ik ben gewoon een gamer die liever daar een pookje heeft. Ik vind analoog veel fijner dan digitaal wat analoog probeert na te bootsen. Maar... Werkt? Het ligt eraan welke functie. Je hebt natuurlijk dat hij automatisch teruggaat. Dus dat het echt werkt als een pookje. Dat als je hem loslaat, dat hij weer teruggaat naar het midden. Maar je kunt hem ook instellen gewoon als touchpad. Dat je gewoon een soort van je muis met een internetbrowser kan besturen. Ik ben geen groot fan ervan. Ik denk dat het, als je het goed afstelt en met de juiste games gebruikt, zou het best wel eens kunnen werken. Maar ik heb een paar potjes Rocket League meegedaan. Ik denk van Xbox One controller. Want pookjes zijn toch mijn way to go. Maar is dat je smaak of is het omdat het niet zo goed werkt? Wat is het? Nou ja, kijk, allereerst werkte de firmware niet. Het is niet plug and play. Ik klapte het in mijn computer en ik heb er een Vine van gemaakt. Het ding lag continu te trippen. Echt letterlijk, het was de hele tijd aan het tikken. Er zit ook haptic feedback op. En dat wil dus zeggen dat je ook een soort van, als je het toucht, dan voel je een soort tikje erin, weet je wel. Ja. Je hoort ook een luidje, je voelt een soort tikje. Dus het is wel een soort van, het heeft wel iets, maar het tikte alle kanten op en mijn muis was helemaal spastisch aan het bewegen. Nou ja, oké, firmware geüpdate, dan werkt het wel weer degelijk, zou ik zeggen. Maar ja, nee, qua smaak, je moet het zelf maar een keer proberen als hij ergens ligt in een winkel of zo. Oké. Ik heb liever gewoon pookjes die analoog zijn. Ik heb toch het idee dat ik daar preciezer mee ben. Ja, maar is het net zo snel? Het is relatief net zo snel, maar... Wat bedoel je? Werkt het net zo goed als een pookje, buiten smaak? Ik denk dat mensen dat vast wel kunnen bewerkstelligen, dat ze denken dit is net zo goed als een pookje. Ik zeg nee, het werkt niet zo goed als een pookje. Analoog, altijd boven digitaal in dit geval. Misschien dat je met je smaak en als je een Steam fanboy bent dat je dit helemaal fantastisch vindt. Ik vind het persoonlijk, geef me gewoon die pookjes, analoog. De triggers die klikken. Ja, de bumpers vonden niet fijn. Ja, de bumpers zijn wat lomp. Die indrukken, die klikken. Ja, die... Het klinkt ook wat plastic. Ja. Dat vind ik ook qua feel en qua look vind ik hem ook iets goedkoper. Bovendien, dit glans is echt, als je dat aanraakt, dat wordt zo vet als maar kan zijn. Dus dat is niet heel fijn. Je weet, als je achter een computer zit, het wordt altijd vet binnen de kortste keer. Ja. En wat je zegt van die triggers, er zit een klikje in. En dat doen ze natuurlijk omdat dat met shooters is dat wel eens fijn. Dat je na het indrukken echt een fijne feedback hebt van het klikje. Maar door die klik vind ik dat de triggers weer niet heel erg ver in te duwen zijn.
Waardoor het weer niet echt fijn is met racers of zo. Als je echt specifiek wil gassen en remmen, ja, precies, dan heb je net iets minder ruimte om ze in te deuken dan bijvoorbeeld een PlayStation of een Xbox controller. Oké, dan nu het positieve, want deze zijn wel heel fijn. Die zijn heel fijn, bijvoorbeeld met de herladen of zo van je gun is het fijn dat je niet een knop in moet drukken, maar dat je gewoon even die flipper aan de achterkant kan raken. En ook, sorry qua design, ik ben hem een beetje af aan het branden, maar ik vind het heel onlogisch dat de A-knop het verste weg zit van de touchpad. Omdat in heel veel gevallen is A de knop die het meest gebruikt en zit het dichtst bij je pookje. Je pookje zit hier dus op die touchpad en A zit het verste daarvan weg. Dus ja, standaard staat ingesteld Rocket League, springen is A. Ja. Dan moet je zo ver mogelijk met je duim, moet je helemaal naar een andere knop. Dus of je moet met alle games het weer helemaal anders gaan mappen. Wat iedereen wil doen, want het is PC Master Race. Het is PC Master Race, maar dan zou ik gewoon alsnog een Xbox One controller erin prikken. Maar nee, ik vind de knoppen heel onlogisch. En dat merk je trouwens ook bij PlayStation. De X zit het dichtst bij je pookje. Dan zit die aan de onderkant en je pook zit dan aan de onderkant. En dit is dus het meest onlogische, omdat dan alles zit precies een tik anders. En dat ga je ook merken als je alles standaard laat staan zoals het staat. Dan is het heel raar dat je met Rocket League het heel ver weg moet om te springen. Terwijl je die knop heb je heel snel nodig. Nou, Tom is te spreken over de Steam Controller, hoor. Nee, ik vind het... €55, mensen, dames, kinderen. Je hebt de draadloze receiver erbij. Dus wat dat betreft heb je voor €5 extra... heb je dus wat je met een Xbox One controller... die draadloze receiver moet je dan loskopen. Ja. Neem hem vooral een keer in de handen, mensen. Ik vind hem persoonlijk heel veel rare designkeuzes. Moeilijk schoon te houden. En hij voelt gewoon niet helemaal premium aan. Sorry, Steam, ik ben hier niet... van weg en die digitale touchpads. Je hoeft je helemaal geen zorgen voor te zeggen. Nee, ja, ik zou heel graag willen dat Steam een hele degelijke controller meteen op de kop Ik snap het ook niet zo goed, want ze hebben alles tot nu toe goed gedaan, maar die Steambox, ik heb er allemaal ook geen vertrouwen. We dralen af. De Steam Link. Wat doet dit apparaat? Het is eigenlijk gewoon een mini-PC die niet echt een PC is, maar jouw PC dus streamt naar een andere plek in je huis. Dus een Apple TV is het? Het is een soort Apple TV voor je game-PC. Ja. Dus het is vrij basic, lekker klein. En je zet hem zo ergens tussen. Je sluit even een HDMI-kabeltje aan. En hij heeft een wifi-connector, maar natuurlijk, je wilt streamen, dus alles moet met zo min mogelijk lag. Dus je klapt er een Ethernet-kabeltje in. Ik pak deze controller. Ik ga achter mijn grote flatscreen zitten. Ik wil de nieuwe Fallout spelen. Die staat op mijn PC. Ja. Hoe werkt dat? Eigenlijk heel basic. Je koppelt de Steam Link aan jouw Steam account. En vervolgens zul je zien dat als je wat dingen, activatiecodes en zo invoert, dat jij de Steam Big Screen, ik weet niet of mensen het kennen, dat heb je dus eigenlijk gewoon daar meteen op je televisie. Overigens heb je niet per se deze controller nodig. Je kan ook een andere controller erin prikken. Drie USB-poorten, dus lukt maar. Gaat hij vervolgens de game vanaf mijn PC streamen of zet hij hier ook, buffert hier ook game op? Nee. De complete game draait nog steeds op jouw game PC. Ja. Letterlijk, ook dat is het scherm wat je ziet, kun je niet klein maken. En dan gaat hij dus direct over je internetkabel, modem of wifi-connectie, gaat hij dus daar naartoe. Maar dat hebben wij eerder meegemaakt met OnLive en dat was niet heel fijn. Omdat eigenlijk in Nederland, waar we relatief heel snelle verbindingen hebben, dat eigenlijk ook al niet werkt. Nee. Nou ja, ik denk dat als jij de beste modem op aarde hebt en de beste kabels en je hebt niet een, zoals ik heb, een potentiële kabelbreuk of Ziggo. Zou het kunnen werken. Maar ik merkte heel erg veel bizarre feedback. Wederom Rocket League, sowieso speel ik al met, ik denk iets van 0,2 seconden vertraging, wat met zo'n game al vrij intens is. Ja. En vervolgens komt al het geluid ook nog eens een halve seconde tot een seconde later dan het beeld. Oh. Dus je klapt de bal en pas nadat de bal, terwijl de bal door de lucht vliegt, hoor je nog de toeng van dat je hem geslagen hebt. Dus je moet er een ultieme verbinding voor hebben. En ik denk serieus, als je echt houdt van snelle, weinig lag, dan ga je gewoon een HDMI-kabel leg je gewoon zelf neer naar je tv. Ja. Sneller, goedkoper, waarschijnlijk €55 ook wederom dit. Dan weet je tenminste niet dat je ook je PC aan het draaien bent en dit ding. Dat is ook nog eens energie-efficiënter. Ik kom tot de conclusie dat Steam zich vooral bij software moet houden. Misschien is het beter als Valve en Steam wat meer software-based zijn. Misschien zijn het hele goede eerste prototypes van een nieuw genre, een nieuw hardware-dingetje. Maar ik vind het tot dusver, het schreeuwt niet. Nou, kijk jongens, wij zijn Steam en we hebben wederom een paar topproducten op de markt gezet. Het zijn hele betwijfelbare producten. Misschien dat ze werken in jouw geval, misschien vind je ze heel fijn. Ik persoonlijk had zoiets van, blijf maar bij de software, Steam. Sorry. Duidelijk verhaal. Alsjeblieft.